Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. We zijn in de auto. Dat zien jullie. Als het goed is. We zitten niet in het vliegtuig. Nee. We zijn onderweg naar een vuurwerkwinkel in België. We zijn er al een keer eerder geweest. Het is eigenlijk een soort van dierenwinkel slash soort van speciaal zaak of zo. Kijk, we zijn al in België. Zoals jullie achter mij kunnen zien, staan we nu bij Knalgoed. Dit is dus de winkel waar we naar binnen gaan om te kijken voor vuurwerk. Maar toen ik en Des net hier langs reden, zagen we hier een rij. Dat is niet normaal. Dus het is gigantisch druk al. We weten dat het nu in België gigantisch druk is, alsof het december is. Dat is ook in Baarle zo, maar hier dus kennelijk ook. Maar jongens, zoals jullie zien, daarachter wordt het vuurwerk gehaald in karretjes. Het lijkt net december hier, het is niet normaal. Dus we gaan zomaar even wat kopen. Toch Des? Of ga je daarachter voor de kattenbak grinten? Deze. Ja, één keer. We gaan nu even naar de auto en dan laten we precies aan jullie zien wat we hebben. Het is in ieder geval mega druk hier. Eerlijk Des, net december toch? Ik denk dat we echt drie keer hier hebben gestaan. Precies. Ja, jongens, we komen nu bij Knalgoed vandaan en onderweg in de auto richting stooklocatie kwam Des ineens tot het slimme plan om ook even langs HQ Fireworks te gaan. Dat is ook een vuurwerkwinkel, want je hebt natuurlijk Baarle, maar je hebt dus ook heel veel winkels die gewoon op industrieterreinen zitten. Sterker nog, ik denk dat dat de toekomst gaat zijn, want Baarle is ook niet meer alles. Dus we gaan eerst even naar HQ Fireworks, kijken of het daar ook zo druk is. Zo niet, dan halen we daar wel wat. Waarschijnlijk dan de... Die Alpha dingen, man. Die Alpha Thunder Kings, die single shot 1.2 inch, die zijn echt heel lijp. Die halen we dan even. En daarna gaan we zeker stoken. Want we hebben natuurlijk nog die knallers achterin liggen. Dus dan gaan we dadelijk even stoken hier. Omdat we er toch zijn in de buurt, zijn we hier ook bij HQ Fireworks. We zijn hier al wel vaker geweest, ook in het verleden. Veel gehaald en gelijk gestookt. Zoals jullie zien, hier nu HQ Fireworks. Gaan we gelijk even naar binnen om te kijken of het hier druk is. Want waar we net waren, ten eerste hadden we niet echt het gevoel dat we welkom waren. En ten tweede was het gewoon mega druk. Dus en daarna gaan we echt even stoken. Want we hebben natuurlijk die knallers gehaald en die wilde ik echt voor jullie testen. Of het de moeite waard is, want ze zijn goedkoop, maar of ze dan ook goed zijn. Ja, jongens, we zijn dus bij HQ Fireworks. Mooi winkeltje, hier zijn we al een paar keer geweest. Smal winkeltje, maar wel sfeervol. Veel van Alpha, zoals jullie zien. Surex ook. Surex, kijk dat blok daar, jongen, daaronder. 300 shots. Disco Flash. Twee big shot gaan we halen. 6 shots. En lijkt een beetje op een kometenbompje, hè? Ja. Die heeft een mooie hand, zie ik. Even wat gehaald, jongens. Alpha big shot. Lijkt een beetje inderdaad op de Zeus wat jij net zei. Nee, maar gewoon die verpakking. Interessant. Ja, man. Let op. Even kijken. Geluidsoverlast. Heb je aansteker? Kijk, alsjeblieft. Moet je aansteken? Steek aan, man. Ja. Moet je aansteken? Ja. Dat is ziek, hoor. Nou, dit hebben we gehaald, jongens. De Big Shot 1.2 inch. Van Alpha. Ja, ziek, hoor. Oh, wat een buisjes. Wat een buisjes. Gaan we dadelijk even gelijk even stoken. Zo. Kijk bij eens kinderen. Mooie dingen, man. Kijk in de buis, gek. F2 Thunder Kings, wauw. Yes, jongens, we zijn op locatie. Gewoon even een achteraf weggetje waar niemand is. We hebben dus deze, zoals ik die net ook liet zien in de auto. Die zijn van Enigma. 20 stuks, voor mij een eurotje of 8. Hebben we deze. Die vind ik zelf persoonlijk het mooist. Lijken echt op die oldschool knallers. Schijnt dat hier een groene vlam bij zit, voordat die afgaat. Ik ben benieuwd. Dus ik ben inderdaad zeker benieuwd naar hoe de knal is. Want in België is het niet meer heel goed, het knal wat je kan krijgen tegenwoordig. Althans, niet wat we gewend waren met vroeger. En met PE natuurlijk. Klopt. En dan hebben we deze nog. Colored Flower. Nou, als je het kan ontcijferen. Ja, het is echt een hele gekke oostbloktaal. Ja. Maar ik denk dat we moeten beginnen met deze, toch? Ja, doe maar. Even. Kort blokje, gek. Zo. Ben je niet slecht, hoor? Nee, zeker niet. Ja, wel leuk. Vlammetje erbij.
Ziek hoor, die echo. Deze even. Wat heb je daar? Colored flower. Hoorde je die andere knal? Ja. Maar wie was die dan? Ik denk geweer, man. Jagers. Hoe vind je ze, de knallers? Ik vind ze wel leuk, eigenlijk. Maar ja, dat komt ook door de locatie, denk ik. Zijn wel leuk, toch? Met een keuken aansteken. Ongelooflijk. De nieuwe PTD-toortjes. Die was dan weer minder. Zo. Zo. Boos. Kijk dit. Dit kan onze kant op. Dan deze. Ze hebben allemaal van die rare lontjes, man, maar... Vinden ze wel leuk. Ja, leuke knallers. Maar komt dat dan niet een beetje deels door de locatie? Ook. Visie wel, hè? Zo. Ah, het klinkt goed, man. Zeker. Vakkundig. Schiet er zo een stukje beton naar je hoofd. Daarom wegwezen. Ja, die zijn het best. Toch? Overduidelijk, ja, toch? Zeker. Die kosten volgens mij ook tientje voor 20. Zo, die gaan echt goed eigenlijk, hè? Ja, man. Dit zijn geen slechte knallers, nee. Zo, jawel. Wat? Die is uit. Vogelverschrikkers. Zo. Zo, dat gips, jongen. Gipsknallert. Oh. Die was mooi. Ja, dit zijn de allerbeste. Als ze het doen. Als ze het doen. Oh, zo, hoe dan? Want we hebben er flink wat voor betaald, gek. Kom maar hoor. En dan zegt hij nog, het zijn de beste knallers. Precies op dat moment. En dan vallen ze uit, die dingen. Ongelooflijk. Het is wat kindervuurwerk hoor. Ja, pas op, hè? Nee, dat is natuurlijk niet. Beste wens alvast. Komt er ook een tandem? Ah, dat komt ook een tandem, man. Daar zijn even een paar fietsers langsgekomen, jongens. Op zich zijn dit de beste. Maakt hij mijn bakkers eraf. Zo. Ja, die zijn echt de beste, jongens. Ze zijn wel schel. Maar die gaan echt goed. Ja, man. Ik vind het gek. Want hoeveel zit erin? Ja, even stoken. Het staat er toch op? Ook 0,2 RP? Oh. Oeh, die laatste was echt overduidelijk minder, ja. Zo. Deze heeft 2 chromosomen. Hoezo? Jij denkt, er gaat 2 keer af dan. Van schenderknalletjes. Pol. Goeie knal uit. Oh, die ging wel goed, man. Colored flower. Het ding schoot. Ja, altijd dat gips, jongen. Ik heb het gevoel dat we zo challa moeten gaan, man. Ja hoor. Doe het nooit met een keuken aansteken, jongens. Zo. Hij wilde hem weggooien, kom niet tegen mij aan.
Yes jongens, het is even wat later. We hebben speciaal voor jullie gewacht. Maar zoals jullie hadden gezien net, hadden we die Big Shot gehaald van Alfa. En we hebben nu de F meegenomen. Ik vind ze eigenlijk een soort van broertjes van de Kometenbom of zo, maar ze voelen ze ook. Dus we gaan hier gewoon even eentje doen om te testen voor jullie. Dan weten jullie ook of het de moeite waard is om ze te halen. Yes. Knal die de afkomst was echt goed. We zijn hier natuurlijk wel in de woonwijken, dus dan is het geluid harder. Ja, het weerkaatst. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden, jongens. Van het shoppen tot aan het stoken in het buitenland. Tot aan even deze Big Shot van Alfa. Dus thanks voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Volgende week gewoon weer video. Later.